Tja, 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 tja. Rap dat eens op. Breng die man naar het labo. Misschien dat ze ze nog kunnen restaureren. Nu ben ik eens nieuwsgierig naar wat dat daar gaat opstaan. Dat op je nuchtere maag. Maar jongen toch. Wat hoop je eigenlijk te vinden? Volgens mij is er met die band geknoeid. Dat is toch geen reden om een huiszoeking te doen in de privéclub? Ja, ik had gehoopt om het origineel te kunnen vinden. Enfin, Alex. Een huiszoeking zonder toelating van de procureur. Dat is huisvredebreuk. Ja, als je volgens het boekje moet werken, hè, dan raakt een zaak nooit opgelost. Maar die moord op Fernand is opgelost. Jij alleen kan er niet over ophouden. Klopt iets niet. En ik wil gewoon weten wat. Het lab is klaar met de vernietigde videotape. Lees het rapport maar. Hebben ze nog iets kunnen recupereren? Nee, het spijt me. Shit. Ja, Ongena heeft zijn werk grondig gedaan. Verdomme. Doe jezelf een plezier, Alex. En laat die zaak voor wat ze is. Of wil je geschorst worden? Haal Ongena onmiddellijk uit zijn bed en breng hem naar hier. Ja, dat kan me niet schelen. Doe het. Kom binnen. Papa? Ja, ik kom. Ga zitten. Ik dacht al, waar blijft jouw gastvrijheid? Ja. Alsjeblieft. Lindekes. Oui. Ik dacht dat we hadden afgesproken om elkaar niet meer voor de voeten te lopen. Afspraken zijn er om je er niet aan te houden. We gaan zitten. Als ik daar goesting voor heb, dan zal ik dat wel zelf beslissen. Ja, wat is er? Louis, ik maak mij zorgen. Jij? Waarover? FC Venables. Weet jij wat daar gaande is? Hoe? Die nederlaag, zondag. Verliezen tegen de allerlaatste in de rangschikking. Dat is toch te abnormaal om normaal te zijn? Maar dat is voetbal, hè, Lindekes? Op papier de sterkste, maar op het veld knoeien dat het niet mooi meer is. Louis, sommige spelers liepen erbij alsof ze er met hun klak naar gooiden. Ja, ze zullen gedacht hebben dat tegen de laatste vanzelf ging, zeker? Nee. Voor mij is er opzet in het spel. Wat denk jij? Kim? Ah, jij zei het. Verwacht je iemand anders? Wat kom jij hier doen? Kom eens kijken of je mee rijdt naar school.
Nee. Waarom niet? Omdat ik niet naar de UNIF ga. Maar Kim, je bent al de hele week niet geweest. En dan? Als eerstejaars is zoiets dodelijk. Er zijn vriendinnen die notas nemen. Ik haal mijn achterstand wel in. Wat ga je dan doen als je niet van plan bent om naar school te gaan? Dat zijn uw zaken niet. Vindt u niet dat het tijd wordt om je eens af te vragen wat er nog tussen ons is? Zeg jij het maar. Je hebt de laatste tijd meer oog voor Koenraad. Oh god, jaloers op Koentje. Eerst Werner, nu Koen. Ik was niet jaloers. Ik wou je alleen maar waarschuwen voor die kerel. En jij en Gilles? Of is dat ook zo onschuldig? Een complot, jong. Ja, jong. Iemand wil dat wij verliezen. De meesten willen dat. Enfin, de meeste van onze tegenstanders. Als wij de volgende match verliezen, dan kunnen we de titel begraven. En je weet wat dat betekent. Ja. Dan trek jij terug met je geld, ja. En dan zit FC Vennebos op zijn gat. En dat is voor niemand goed. Nee. Tuurlijk niet. Maar ik... Ik heb misschien wel een plan. Wat? Een geheim wapen. Kan je misschien iets duidelijker zijn? Wacht maar af. Was dat echt nodig? Vanaf 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, hadden gezegd. Vertel eens. Wat stond er op die tape? Welke tape? Die we gevonden hebben in de vuilniszak. Geen idee. Ongenade. Het zou een hele lange dag kunnen worden voor u. Niets interessants. Hoe? Waarom heb je hem dan vernietigd? Het was een accidentje. God, een mens kan wat tegenkomen in zijn leven, hè? En dan zou ik nu naar huis willen. Ja. Als ik met u klaar ben. Je hebt niet eens het recht om mij te ondervragen. Arme. Zie je het dan als een interview voor de streekrant, hè? En die huiszoeking vannacht, wat was dat? Hoe bedoelt je? Je hebt een officieel document vervalst. Van de Wielen. Wie zegt dat? Ik heb zo mijn bron. Rustig. Er zal u niks overkomen. Als ik geen klacht neerleg. En gaat je klacht neerleggen? Dat zal alleen van jou afhangen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, sorry hoor, Kathleen, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik moet weg. Als je Marco nodig hebt, die ligt nog in zijn bed. Ik kwam voor u, kom. Ah. Ja, dat zal dan voor een andere keer zijn, hè. Ga je naartoe? Naar Kim. Ja, we gingen om 11 uur toch repeteren. Oh, shit. Ja, dat ben ik rats vergeten. Dat was niet de eerste keer deze week, hè. Ja, sorry hoor, Mario, maar ik heb nu al met Kim afgesproken. Ik kan haar moeilijk laten wachten, hè. Koenraad, dat pik ik niet, hè. Maar rustig, dan repeteren we morgen toch? Ja, morgen zouden we dat platencontract ondertekenen. Weet je nog? Ach, wat zeg. Is dat morgen al? Ja, en we moesten nog een paar nieuwe nummers schrijven ook. Ah, dat zal nu niet meer gaan, hè. Spijtig. Doe niet zo schijnheilig, manneke. Je hebt het moedwillig gedaan. Ja. Maar waarom? Zo'n kans laat je toch niet liggen? Wel, omdat, beste Mario, ik er geen zin meer in heb. Oké? Okay? Waarschijnlijk zit ze in het krakersmilieu, maar meer dan een vermoeden is dat niet. Nee. Nee, ik weet niet dat ze eruit ziet. Maar Gilles zal me een foto brengen. En van zodra ik die heb, kom ik langs, oké? Okay? Ja, dat is goed, Patricia. Bye. Vennebos en Appels. Jij bent zo goed gezind.
Lindekes. Eindelijk heb ik hem. Dat heb ik je al dikwijls horen zeggen. Je gaat zondag toch mee naar de match? Waarom? Je zult de stoom uit zijn neus en zijn oren zien komen. Wat ben je nu weer van plan, Louis? Dat is nog even een geheim. Ik vind dat je de laatste tijd veel te veel tijd spendeert aan die voetbalploeg. Ik wil winnen, Christel. En Betonko, daar hoor ik niks meer van. Geen nieuws, goed nieuws. De boekhouder heeft gezegd dat we het jaar zullen afsluiten met formidabele winsten. En jij zou dat zo willen houden? Nee. Nee. Ik wil meer. Veel meer. Ja. Dan zou ik Lindekes maar met rust laten. Moest ik van jou zijn. Ik snap het echt niet. Ik snap het helemaal niet. Als je een groep opricht, is het toch om succes te hebben? Ja, maar niet ten koste van mezelf. De enige reden waarom dat die gast van die platenmaatschappij in ons geïnteresseerd is, hè, is omdat jij toch zo'n goede look hebt en succes wilt hebben bij de meisjes. Het uiterlijk hoort er nu ook eenmaal bij, maar dat ga jij niet veranderen, hoor. Och, Mario, ik heb geen goesting om op te treden voor honderden bakvissen. Ik wil dat ze luisteren naar onze muziek. Je moet nog beginnen en je loopt al naast je schoenen. Nee, ik weet gewoon wat ik wil. Jij denkt vooral, hè, dat je een artiest bent met een grote A. Mario, ik wil geen fastfoodmuziek maken. Doe eens realistisch. Muziek, hè, moet iets puurs hebben. Als dat niet vanuit een buik komt, hè, dan kun je het beter laten. Ja, die mannen van de platenfirma, die zijn toch afgekomen op onze demo, niet? Oh ja, op het meest slijmerige liedje dat ik ooit gemaakt heb. Ik schaam mij er nog voor. Ja, al wel, als dat zo was, hè, dan had je dat meteen moeten zeggen. Want al die tijd en energie, hè. Mario, laat ons nu toch eens rustig groeien? Nee, zo'n kans laat ik niet liggen. Koen... Ja, ik weet al wat je gaat zeggen, maar ik heb er geen boodschap aan. Loop de vriendje achternaast, hè? Die zal je troost goed kunnen gebruiken. Ik wou alleen maar zeggen dat je gelijk had. Ik wil niet dat je tegen een muur oploopt. Tjing. Jij wou toch ook dat Lindeke zijn lesje kreeg? Tjing. Er zijn belangrijker dingen in het leven. Oh ja, natuurlijk. Het vrouwenopvanghuis. Madame heeft een roeping. Lindeke is een schoft. Maar hij blijft tenminste hoffelijk. Dat kan niet gezegd worden van een bepaald soort mannen. Dat zal Gilles zijn. Vennepas, rap los. Toch blijf ik het een goed idee vinden. School. Voilà. Ah, Gilles, meisje. Hoe gaat het ermee? Ça va. En nu ga ik me aan mijn roeping wijden. Betonko. Pardon. Mannen. Waren ze maar allemaal gelijk, Louis. Je hebt gelijk. Hij zou geen vlieg kwaad kunnen doen. Iets drinken? Nee, dank u. Ik kom met de foto van mijn zus. Ik heb heel lang moeten zoeken naar een recente. Jullie lijken helemaal niet op elkaar. Nee, maar ze is dan ook veel donkerder dan ik. Ja. Hoe heet ze eigenlijk? Nicole. Maar ze verschuwt die naam. Daarmee zegt iedereen Nicky. Ik hoop echt dat je ze vindt, Christel. Eindelijk. Ik was doodongerust. Ja, sorry hoor, Kim, maar... Nee, maar we moeten je niet excuseren. Ik was gewoon bang dat er een ongeluk gebeurd was of zoiets. Nog niet, nee. Wat is er? Waarom doet jij zo raar? Oh, ik weet het niet, Kim, maar... Ja, het loopt uit de hand, ik voelde. Wat bedoelt je? We zouden Stef en Kathleen jaloers maken. Oh, maar met Stef is dat goed aan het lukken. Die staat op springen gewoon. We houden er beter mee op.
Maar waarom? Nou, ik heb dat helemaal verkeerd ingeschat, Kim. Zoals we nu bezig zijn, het doet Kathleen meer pijn dan ik wil. Maar we kunnen er toch niet zomaar mee ophouden? Waarom niet? Ik geef echt om je koen. Wat is dat? Meneer Bartolomeus, waarom zo overstuur? Ik word verdorie met naam en toenaam genoemd in dat artikel. Ja, ik heb dat ook gelezen, ja. Gelezen? Meneer Linnekens, men citeert u. En dat verbaast me net zozeer als u. Wat bedoelt u? Ik weet van niets. Niemand is mij komen interviewen. Hier staat dat de farmaceutische industrie onder leiding van Bartolomeus de natuurwinkels van mevrouw de Smet saboteert. U zou daar de bewijzen van hebben. Wat voor bewijzen? Wel ja, dat vraag ik mij ook af. Ik ken zelfs die mevrouw de Smet niet. Laat staan dat ik haar winkels zou in brand steken. Of haar dreigbrieven zou sturen, zoals hier gesuggereerd wordt. Meneer Bartolomeus... Die mevrouw de Smet heeft een winkelketen van 6 winkels. Hoe zou zoiets ons in de weg kunnen staan? Meneer Bartolomeus, blijft u even rustig en luistert u naar mij. Waarom zou ik zo'n dingen beweren? Ik heb aandelen in uw bedrijf. Dit brengt mij net zo goed in diskrediet. Dat dacht ik ook, ja. Dus, iemand anders steekt erachter. Iemand anders? Wie? Iemand die u en mij schade wil berokkenen. Maar met welk doel in godsnaam? Uw bedrijf in handen krijgen. Ik dacht dat jij van Stef hield. Ja, dat is ook zo. Enfin, dat was zo. Ik weet het allemaal niet goed niet meer. Maar ik weet wel dat jij mij beter begrijpt. Ik heb me echt... Ja, Stef die luistert nooit en die denkt altijd aan zichzelf. Ik weet echt niet wat ik daar moet op zeggen. Je moet niks zeggen. Kim, het heeft geen zin. Sorry. Je moet iets eten, kind. Wat voor zin heeft het? Komt er toch weer uit. Straks voelt je zo slap dat je je ogen niet meer kunt opendoen. Denk ook eens aan uw kind. Toen ik in verwachting was van mijn Jacques, voelde ik mij precies ook of ik ging doodgaan. Maar ja, een mens sterft niet als hij wilt. Waar is Jacques nu? Directeur in een groot bedrijf dat karton maakt. Heb je nog contact? Nee. Al 5 jaar bezit hij zijn moeder niet meer. Waarom niet? Geen tijd. Dat is het leven, hè, kind. Als ze klein zijn, dan doet je alles voor je kinderen. En als ze groot zijn... Dan laten ze je in de steek voordat je er erg in hebt. En toch kunt je niet kwaad zijn op hen. Weet hij dat jij hier zo leeft? Nee. En dat is maar beter zo ook. Suzanne. Als ik hier ooit uitkom... Dan moet je mij zo rap mogelijk vergeten, meisje. Ik zou niet willen. Daarvoor heb ik veel te veel aan u te danken. Och, zwijgt. Je bent bij God versteven van de kou. Kom hier, kom. Kom, dat ik u warm wrijf. Kunt je er ook voor zorgen dat ik van binnen warm krijg? Nee, meisje. Daar moet je zelf voor
twee koffies? Mm-hmm. Ja? Twee koffies. Oké. Okay. Greet wil gewoon niet inzien dat ik een beetje meer tijd nodig heb. Ja, we zijn allebei werkloos. En Thomas moet ook eten hebben. Ik zou me toch niet kunnen concentreren op mijn werk. Hij zou iets moeten te doen hebben. Zoals vroeger in dat sportcentrum in Gent. Geen drukte rond mijn hoofd. Ik heb hem dus moeten meesleuren, hè? Zo mensenschuw geworden, Frans. Godelief, ik heb het gevoel dat ik niemand meer kan vertrouwen. Hij moet zich daartegen verzetten. Dat probeer ik. Maar dat is niet zo gemakkelijk als je dagenlang hebt opgesloten gezeten in een cel van een paar vierkante meter. Hoe zit het met mijn twee koffies? Vergeet. Zeg je ogen van het. Sorry, ze komen direct. Geen probleem. Hallo? Wat? Ja. Ja, natuurlijk, ik kom meteen. Wat is er? Ja, Clément. Er is op hem geschoten. Frank heeft je gestuurd. Nee. Jules. Ja, kijk maar. Ze heeft een foto gegeven. Hoe heb je me gevonden? Vrij gemakkelijk. Ik werk met vrouwen die veel contacten hebben. Wat wil je? Dat je meekomt naar een plaats waar ze je verzorgen en beschermen. Nee. Waarom niet? Frank zal me vinden. Vertrouw me. Ik vertrouw niemand. Ook niet je eigen zus? En? Professioneel werk, Van den Bergen. Maar ik wil dit nooit meer overdoen. Het ziet er in ieder geval echt uit. Hè? Het had evengoed te echt kunnen lijken. Millimeterwerk is mijn specialiteit, Lindekes. En de rest, heb je er ook voor gezorgd? Stomme vraag. Langs de veranda. Clément, wat is er gebeurd? Nou, ik sta daar aan het raam, ik hoor een knal, ineens een verschroeiende pijn. Ik zal een ziekenwagen bellen. Nee, de dokter is al onderweg. En de politie? Die is ook gewaarschuwd. Ja, wie doet nu zoiets? Lydia... Ik leef nog, dat is het voornaamste. Alleen? Greet moest plotseling weg. Maar vraag me niet waar naartoe. Twee cola's en limonade. Hi, Gert. Hey, Jill. Veel te jong voor u. Voor u. Hier, jij, Frans. Verdomme, het recht om te weten waar die hoer is. Hoor je het haar adres of ik vermoord je? Kom, jongen. Ja, ik ben weg, jij. Hey, ho. Wees verstandig en bemoei je met je eigen zaken, hè? Ja, sorry, ik ben altijd al stom geweest. Ja? Ik krijg je nog een jullie. Jij en die zuster van jou. Ik mag maar genoemd, ik kom rustig terug. Buiten! Kom, luister je nu niet, Marco. Dankzij Lindekes ben je vrij. Misschien was ik beter in de gevangenis gebleven. Je sprak wel heel anders toen je nog opgesloten zat. Had ik geweten wat je van plan waart, ik zou dat nooit geaccepteerd hebben. Maar de helft van het sportcentrum,
Met de hulp van Lindekes kun je uitbreiden en moderniseren en... Je weet verdomme goed genoeg wat ik bedoel, ma. Het is nooit mijn bedoeling oh, geweest nee, maar om... het is ondertussen wel gebeurd. Ik deed het voor jou, Marco. Nee. Je deed het omdat je schrik had. Schrik dat ik zou begeven. Dat is niet waar. Ja, hoe dan ook, mijn besluit staat vast. Welk besluit? Ik verkoop het sportcentrum. Dat gaat niet. Ah, nee? En waarom niet? Lindekes! Lindekes kan de pot op. Daar ga je spijt van krijgen, Marco. Ik zou toch maar naar het ziekenhuis gaan als ik u was. Ja. Schrijf in elk geval een pijnstiller voor. Dank u. Dus, Lindekes, als ik het goed begrijp. Jij stond dus daar bij het raam in uw bureau toen het schot viel. Ja. Enig idee wie het gedaan heeft? Een amateur. Anders had ik het niet kunnen navertellen. Is er iemand die u recentelijk heeft bedreigd? Zoveel vijanden heb ik nu ook weer niet. Tenzij bij de politie misschien. Maar Bartolomeuse? Wie? Wel ja, de directeur van die farmaceutische fabriek. Misschien is dit zijn wraak. Vanwege die krantenartikels? Krantenartikels? Welke krantenartikels? Ja, sorry, ik lees de laatste tijd geen kranten meer. Clément heeft het aangedurfd die farmaceutische lobby aan te klagen. Ja, en Bartolomeuse is hier vanmorgen nog geweest. En wat wou hij? Wel, hij zei... Hij zei dat ik te ver was gegaan. Hi. Greet. Wat is er? Kom toch niet ongelegen? Nee. Ik dacht dat mijn moeder was. Hij komt binnen, kom. Heb je weer ruzie met haar misschien? Moeders. Ach, je kent dat, hè. Ja, ik hoop dat ik voor Thomas nooit een lastpost zal zijn. Wow, dat zal wel geen probleem zijn. Jij bent een fantastische vrouw, Greet. Dank u. Marco? Hm? Het is misschien nog een beetje vroeg om u daar al mee lastig te vallen, maar... Ja, nu dat jij eigenaar bent van het sportcentrum... Wilt je het kopen? Kopen? Nee, hoe kom je daarbij? Wie een goede prijs geeft, die mag het hebben. Maar waarom? Ach, Greet, zo'n zaak, jong, dat is niks voor mij. Ja, maar met de juiste hulp. Wat bedoelt je? Ja, je weet toch dat Frans nog altijd zonder werk zit? Ja. Het zal niet gemakkelijk zijn om iets te vinden. Als mensen horen dat hij in de gevangenis heeft gezeten. Ja, maar dat is het niet. Trouwens, hij is nooit veroordeeld geweest. Hè. Maar ik dacht zo... Toen Frans het sportcentrum in Gent openhield, dan had dat toch succes, hè? Dat bewijst toch dat zoiets hem ligt? Nee, Greet, wat probeert je me nu eigenlijk duidelijk te maken? Waarom worden jullie geen partners? Zouden we niet beter de politie verwittigen? Dat heeft geen enkele zin. Moet er eerst iets gebeuren? Eerder zullen ze niet ingrijpen. Hoe lang valt die vent u al lastig? Sinds Nicky bij hem weg is. Nicky? Haar zuster. Dat was ook de reden waarom ik bij Kim op kot ben gegaan. Ik dacht dat hij zo mijn spoor zou verliezen, maar... Als die kerel dat nog één keer probeerde, dan breek al zijn botten. Nog niet genoeg in de gevangenis gezeten? En? Heb je nieuws? Ik heb haar gevonden. Waar? In een kraakpand. Waar is ze nu? Ja, nog altijd daar. Maar ze wil niet meekomen. Misschien omdat ze me niet vertrouwt. Jij moet me helpen. Maar ik kan hier niet weg. Jill, alstublieft, jouw zus gaat nu toch voor, hè? Hey. Neem wel over. Bedankt. Kom, eerst mijn jas nog. Voorzichtig, hè?